Ik denk dat het een geweldig boekje is voor ouders, verzorgers, om mee te gaan werken met de kinderen. En er staan zoveel dingetjes in dat kleine boekje, wat de kinderen kan doen beseffen van, hey, wacht even, ik hoef het niet altijd leuk te vinden als iemand zegt, je moet mij een kus geven. Of als een vriendje of vriendinnetje zegt van, doe eens even je broekje naar beneden. Hij staat te plassen achter de struiken en Ties kan zijn piemel zien. Hey Ties, zegt Koen, nu mag ik ook jouw piemel zien. Dat is eerlijk, doe je broek eens naar beneden. Ties vindt het niet zo fijn, dat wil hij helemaal niet. Maar Koen is een grote jongen. Ties kijkt ook een beetje op tegen Koen en wil eigenlijk wel vrienden blijven. Wat moet hij nou doen? Ik was een meisje met veel vriendjes, veel vriendinnetjes. Altijd vrolijk, de gekste dingen verzinnen. En ja, avontuur was het belangrijkste. Vanaf mijn 7e levensjaar is alles anders geworden. Is er zoveel gebeurd in mijn leven dat mijn hele leven op zijn kop is gaan staan. Mijn biologische vader heeft mij op een avond bij zich geroepen. En toen vroeg hij mij of ik hem wilde helpen. Hij nam me mee naar de keuken. Hij gaf me een potje zalf. En voordat ik het wist, had ik zijn geslachtsdeel in mijn handen. En moest ik hem insmeren, want mijn moeder was op dat moment niet thuis. Maar daarbij maakte hij me wel duidelijk dat wij het een groot geheim hadden samen. Vanaf dat moment heeft hij eigenlijk elk moment aangepakt dat u maar alleen met me kon zijn. En lukte dat niet, dan werd ik 's morgens uit bed gehaald. Dan moest ik mee gaan werken. Hij was schoonmaker. En dan vond hij daar wel een plekje waar hij zijn gang kon gaan. En jij bent de enige die zoveel verdriet heeft. En jij bent de enige die 's nachts in bed jezelf af ligt te vragen van, wat als ik weer een keer daar moet zijn? Of wat als het weer een keer gebeurt? En dat boekje, dat hele kleine, simpele, leuke boekje, laat al die kinderen zien dat het overal gebeurt. Maar dan weet hij het ineens. Nee, dat wil ik niet, zegt hij. En hij draait zich om en loopt weg. Koen roept hem nog na. Scheiterd, niet tegen je papa en je mami zeggen, hè? Maar Ties loopt gewoon door, zo de struiken weer uit. Het is een vrolijk boekje, maar wel gewoon een boekje met een geweldige boodschap naar de allerkleinste kinderen toe. Wat zou jij gezegd hebben dan? Nee, omdat ik het raar vind. Goed zo. Goed zo.